Yo, wat dan mensen? Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal Games Review. En in deze video ga ik het met jullie hebben over een bepaald aantal punten die ik even met jullie ga bespreken. Dat komt allemaal in de video. Trouwens, op de achtergrond gameplay zien jullie een mooi Infinite Warfare potje op de map Genesis. Er is op dit moment, echt serieus, ik neem nu gelijk daarna op, een update soort van uit dat je nu Genesis 24/7 had of zoiets, heette het. En dat is nu in een kerststijl, het is fucking ziek. En je ziet mij ook spelen op de achtergrond. Laten we beginnen met één punt van deze video. En dat gaat over Infinite Warfare. Het is natuurlijk een Call of Duty, dat weet iedereen. Maar ik heb iets speciaals in Call of Duty gedaan. Ik heb een clan gestart. Ik vind het fucking sick en ik heb puur gedaan om met vrienden beter te worden, te kunnen lachen en toch ook keihard voor de win te gaan. En ik merk nu al dat wij keihard, dat vriendengroepje waar ik nu mee in de clan zit, echt beter wordt. Dat is echt apart. Maar wij hebben allemaal 2 KD of 1.5. Gewoon een goede KD. En dat gaat echt super chill. En daarom maak ik ook deze video van dat ik een clan heb gestart op Infinite Warfare. En wat je nou moet doen om in de clan te komen, het is heel simpel. Iedereen kan erin als je natuurlijk Infinite Warfare hebt. En als je het zelf wil, hè. Ik verplicht je niet. Het zou super tof zijn als je bij de clan komt. Het zou super awesome zijn. Ga gewoon lekker met z'n allen, lekker keihard strijden en zweten. Gewoon goede scores halen. Nou, je ziet ook in deze gameplay dat ik met een ander naam speel dan mijn normale The Mr. Shark account. Wat je dus moet doen is, wij hebben allemaal een nieuw account aangemaakt. En de clan heet trouwens XNL-laagstreepje. Laagstreepje of niet uitspreken, de XNL-clan heet het. Ik wou iets Nederlands, zodat je kon zien dat wij een Nederlandse clan waren. Zodat je dacht, hé, Nederlanders, die kunnen ook wat meer dan alleen campen. Maar dat is dus super awesome. Natuurlijk, wij zijn nog niet met heel veel mensen. We zitten nu iets met 7, 6, zoiets. Met zoveel mensen. En ik hoop dat jullie door deze video misschien er ook bij willen. Want ik kan niet iedereen vragen. Want ik kan via YouTube kan ik veel mensen bereiken dan gewoon, ja, weet niet. Ik kan hier gewoon heel veel mensen bereiken die ook gewoon Infinite Warfare hebben. Dus als je in de clan wilt, zeker even joinen. Zet gewoon in de comments hier onderin, onder deze video van wat is je naam. Ik zet mijn naam ook in de comments, of in de beschrijving, of in beeld even. Voeg mij daarop toe en ik ga je zeker even accepteren. Want we kunnen gewoon samen met z'n allen lachen, dat zou super tof zijn. Dat was punt 1. Natuurlijk. En we hebben 2 punten. En dat is gewoon de kerstvakantie. Het is fucking ziek. De kerstvakantie hebben we natuurlijk kerst en oud en nieuw in 1. En dat is super sick. Ik ga ook vuurwerkvideo's maken. Maar dat komt nog wel in de vakantie. Dat zien jullie vast wel dan. Maar ik heb een vakantie. En dat houdt in dus vrije tijd. Het enigste nadeel is dat school weer mij probeert te naaien. En 3 dagen na de vakantie een toetsweek opgeeft. Waarom? Ik snap het niet, maar oké, ze hebben het gedaan en dat vind ik best jammer. Maar ik moet dus leren in de vakantie. Ik heb geprobeerd, ik probeer nu al een week van tevoren te gaan leren voor de vakantie. Zodat ik al iets heb geleerd. Zodat ik wat minder in de vakantie kan leren bijvoorbeeld. En ja, ik wil gewoon keihard opnemen voor jullie. Streamen wil ik ook weer gaan oppakken. Ik weet dat ik eigenlijk bijna nooit meer stream, maar ik moet nu echt mijn school even oppakken, want het is niet heel goed, sta ik er nu voor. Dus sorry daarvoor, maar ik ga school wel voor laten gaan voor YouTube. Maar natuurlijk gaan we wel gewoon proberen om gewoon veel te streamen in de vakanties op te nemen. Zeker, dat wil ik zeker gaan doen. En gewoon genieten van de vakantie natuurlijk. Daar is vakantie voor. Oudejaar gaan we knallen, we gaan naar 2017 toe. Kerst wordt super awesome. En ik ga iets nieuws aanschaffen. En ik moet even kijken wanneer ik dat ga doen. Maar ik heb volgens mij wel een redelijk aantal geld bij elkaar gespaard voor een greenscreen en softboxen. En voor de mensen die greenscreen en softboxen niet kennen, misschien zijn er een paar mensen die dat gewoon niet kennen. Een greenscreen is een groen doek, het zegt al green en dan screen, die je achter jezelf plaatst. Dus zeg maar achter mijn stoel, jullie zien mij nu niet, maar die komt dan achter mijn stoel te staan. En die softboxen, dat zijn zeg maar studiolampen. Dat zorgt ervoor dat je goede belichting hebt zonder schaduwen. En dat je gewoon niet echt lag hebt met je webcam. En met die dingen bij elkaar kan je een soort van ding krijgen. Zodat je alleen mij ziet in de video. Dus niet zo vierkant zoals een facecam, maar alleen mij. En dat lijkt me super awesome. Dat is natuurlijk weer een kwaliteitsverbetering. En dat vind ik super chill. En ja, dat wou ik gewoon even zeggen, die dingen. En ik wil je nog één ding zeggen. Ik blijf het steeds zeggen, maar
thanks voor de support. Dat is één ding wat ik echt wil zeggen. Wajo. We zitten nu op de 1370 abonnees. Holy shit, dat is echt één sick aantal. Thanks jongens, allemaal super vet. En ja, ik hoop dat we misschien in de kerstvakantie de 1400 kunnen aantikken. Dat zou echt een mijlpaal zijn weer. En dan gaan we steeds verder op naar de 2000. Dus ik vond het super awesome. De updates in de spellen zijn super sick. GTA natuurlijk, dat komt ook wel online weer. En we gaan gewoon lekker een vakantie en dan gewoon knallen met z'n allen. En dat wil ik even zeggen deze video. Hopelijk blijven jullie geabonneerd. Dat zou ik super tof vinden. Abonneer dan ook als je nieuw bent. En like deze video. En join de clan als je Infinite Warf hebt. Op de PlayStation 4 trouwens. Voor de mensen die dat zich afvroegen. Dus dan zeg ik tot bij de volgende video jongens. Later mensen. Peace.